Goedemorgen allemaal. We gaan nu even tonen hoe we dat mandalaatje dat ik u gisteren heb getoond, hoe we dat in één kunnen zetten. Dus we hebben de 5 blaadjes. Nou, ik zal even het voorbeeldje nemen. Een ogenblikje. Zo, we hebben het al. Ik ga deze eventjes terugleggen. Dus, dit was het voorbeeldje. Dus we gaan nu de bovenste rij doen we dus overal aan de rondjes een dotje kool. En u plakt uw andere rondje erop. U doet op het bovenste weer een dotje glue. Allee, kool of glue, ja. Ik zing zoveel naar Engelse filmpjes dat ik kon een duur allemaal Engelse woorden er begin door te halen. Dus het volgende. En dan gaan we dan nu eerst even een beetje ja, klein beetje verspreiden. Nu is het het laatste. Het is kool die nogal heel vlug dus we gaan dat even. Dus dat is dit. Dan gaan we nu onze andere rij blaadjes. En dan doen we ook precies hetzelfde. Maar nu moeten we ze dus langs de achter langs de achterzijde en dat zo wat verdelen over deze 5 blaadjes. Dus nu geeft het altijd een beetje kool. En u ziet dus dat u dat plakt, dat u straks nog, ik zal het u even laten zien. Dat zijn dus de spelden die er straks moeten ingaan. Dus dat is een splitspel. En die doe je dus open. En zo doe je die dus erin. En dan na datum splitst je die open. En dan zit alles goed vast. Dus daarmee moeten uw rondjes een beetje vrij blijven voor de speld erin te krijgen. Dus u moet zo een beetje zien dat u dat plakt, dat u dat mooi verdeelt, maar dat u dat een beetje plakt, dat die pin straks daar nog in gaat. Zo, en zo gaat dat prima lukken.
En we zijn ondertussen al aan het laatste van de tweede rij. Ziet u hoe u het mandelaatje begint vorm te krijgen? En dan gaan we nu naar onze blaadjes. Dus hetzelfde. Een klein beetje kool. En deze heb ik niet goed geplakt. Maar er is nog niks gebeurd. Je moet dus zien dat je gaatjes vrij blijven voor je speld. Dus nu komen de blaadjes eruit piepen. Zo, altijd even kijken en dan van voor ook even kijken hoe het eruit ziet, maar zo ziet het er prima. Dus we zijn nu aan de laatste stap bezig. Dus dat is dus, ja, eerst in kleuren en dan na datum ineen knutselen. En dan hebt u twee maal plezier. En dat is dus even goed voor volwassenen als voor kinderen. Als u zulke dingen graag doet. Dus ziet u, we hebben ons mandelaatje. Dan moeten we nog juist onze glitter hebben hier. Om dat mooi af te werken. En ons glitterpen. Ons koolpen. Ja. Nu gaan we er... Als je zo'n doosje met spelden hebt, dat zijn ongeveer allemaal dezelfde. Maar je kunt kiezen wat je leuk vindt. Bijvoorbeeld, ik zal het sterretje nemen. Je doet dus de twee... Nee, nog niet. Ik ben abuus. U steekt ze er dus door, je speld. Ziet u? En dan gaat u naar achter en u plooit uw speld open. Zo. En zo is uw mandela weer klaar. Dus dan hebben we nog de gloeipen om het een beetje een extra accent te geven. Ik ga dat nu niet helemaal op camera doen, maar ik ga nu een klein beetje ervan laten zien. Dus bijvoorbeeld het groen van de blaadjes. En dan pakt u de groene hier en die staat nu juist goed. En je schudt. Gewoon schudden, voilà. En dan zult u zien, dat gaat dus opdrogen. En het overtollige, dat schud je dan weg in je vuilbakje, voilà. En dan droogt dat mooi op. En zo doe je dus je mandelaatje rond, waar je dus glitter wenst.
Je hebt daar dus een groeipen voor nodig, een lijnpen, die je dus bij Pipo's kunt krijgen en nog wel in een aantal andere zaken. Ik zal u nog één bladje laten zien. Dus u nijpt op uw pen en daar komt dus een soort vloeistof uit en dat is slijm. En dan schudt u met uw glitter en u ziet, eventjes afkloppen, voilà. En u ziet, u krijgt een mooi, schitterend, glanzend effect. En dat kunt u dus doen over heel uw mandelatje, navenant u dat zelf wenst. Dus ja, u ziet het voorbeeld hier. En u ziet mijn mandela in kleur. En dat was het wat ik u wou zeggen in deze tutorial. Dus duim op nog. Goedendag. Dag.